Oldtimerdag in Oldenzaal mocht weer doorgaan. Na de coronapandemie verzamelden zich weer veel oldtimers op het Plegelmesplein. Het was weer duidelijk te zien dat zowel jong en oud hier heel enthousiast van werd. Waar staan we vandaag? In Oldenzaal, het mooiste stadje van Noord-Oost-Twente. Ja, en wat gebeurt hier op het Plegelmesplein? Ja, we hebben vandaag een oldtimerdag georganiseerd rondom de basiliek. En we hebben een heel stapel oldtimers uitgenodigd die vandaag hun prachtige exemplaar zouden kunnen laten zien. En waar is deze dag voor bedoeld? Kunnen mensen hun oldtimer eventueel verkopen of iets anders? Dat mag allemaal. Wij regelen regelmatig koopzondagen en dan vinden we het leuk van Oldenzaalpromotie dat er van alles ook nog te doen is in de stad. En dit keer hadden wij bedacht, we organiseren er een oldtimerdag bij. Er waren een stuk of 30 aanmeldingen. Helaas zijn er ook wel vanwege het weer wat afmeldingen. Dat komt omdat er veel pekel op de weg ligt en dat schijnt heel slecht te zijn voor de auto's. Maar we zijn wel heel erg blij met degenen die er dan wel zijn. Ja, en is dit de eerste oldtimerdag of hebben jullie dit al eerder georganiseerd? Dit is al eerder georganiseerd, maar ja, ook vanwege corona is veel stil blijven liggen. En hebben we ook gezegd van, we pakken het gewoon weer op en een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, en wat is er allemaal aan voorbereidingen gedaan voor deze dag? Nou, vooral Wendy is er heel erg druk mee geweest. Die heeft allerlei oldtimers, bezitters benaderd. We hebben via Facebook oproepen gedaan. Via de lokale media hebben we geprobeerd mensen te benaderen. Maar het leuke van nu is wel dat heel veel mensen ons nu zeggen van, als jullie nog een keer dat willen organiseren, betrek mij er dan bij. Want dan ga ik zorgen dat het nog leuker gaat worden. Dus de hulp is alweer aangeboden. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, en hoeveel oldtimers zijn er al op dit plein? Nou, er zijn momenteel een stuk of 15. Maar we verwachten er eigenlijk nog wel een aantal bij. Want er zou een grote groep vanaf buiten de stad hier nog naartoe komen. Dus ik hoop dat zij de weg naar de Plegelmes vinden. Dat zou mooi zijn. Hoe is deze dag tot stand gekomen eigenlijk? We willen rondom die koopzondagen echt iets leuks organiseren en echt iets anders doen dan normale dingen. Binnenkort hebben we bijvoorbeeld weer de Verenigingendag. Daar kunnen allerlei verenigingen zich presenteren. En voor dit keer dachten wij van, laten we eens gek doen. We vragen auto's, maar ook Solexen en andere soortige motoren zijn hier nog te zien. Dat mensen hun passie kunnen laten zien hier op het plein. En dat vinden we heel erg leuk om de Oldenzaalers, maar ook mensen die hier wat verder vandaan komen, hun passie kunnen tonen. Oh,